Malou Phoenix, middenveldse Kampong, dames heen. Dankjewel dat je komt interviewen. Wat verwacht jij van de wedstrijd? Ik denk dat het een spannende pot wordt vanavond. Nummer 5 tegen nummer 6. Het zijn altijd leuke wedstrijden tegen Laren. We hebben afgelopen week goed getraind, dus we zijn er klaar voor en hebben er heel veel zin in. Dus leuk potje. Is het Kampong Laren ook een derby of hoe zie je dit? Zo voelt het voor mij niet echt. Ik heb het idee dat het voor niemand echt zo voelt. Maar wat ik al zei, het zijn altijd leuke wedstrijden, vooral de afgelopen jaren. Dus ja, het wordt weer leuk. En hebben jullie afgelopen week nog specifieke dingen getraind om Laren te bestrijden? Niet specifiek dingen getraind richting deze wedstrijd Laren, maar meer waar we zelf graag waar ze heel veel beter in willen worden. Tegen HDM heel veel kansen gehad, weinig gescoord. Tegen Huizen al 4 keer gescoord. Scoren hebben we veel op getraind. Maar ook verdediging, waar we in de eerste helft van het seizoen ook veel mee bezig zijn geweest, wat toen goed ging. Dus die twee dingen eigenlijk. En dat gaan we vanavond laten zien. En hoe gaat het met jou? Met mij gaat het goed. Ja, mooi. Ik heb er heel veel zin in. Altijd leuk, vrijdagavondpotje. Natuurlijk een wedstrijd spelen is nog leuker dan een training. Dus hartstikke goed. Top. Nou, dankjewel. Ik wens je heel veel succes en we zullen het zo meteen zien. Yes, dankjewel.